Waarom je hier bent. Ja, dat is goed. Mijn naam is Ruud Stassen. Ik ben directeur van het INK. En ik vond het reuze leuk om een uitnodiging te krijgen voor het 15-jarig jubileum van TOM. Want jullie zijn al heel erg lang op weg met het INK-managementmodel. Dus wij hebben graag gehoor gegeven aan die uitnodiging. En ik zou je namens het INK graag een bloemetje willen geven ter attentie van je 15-jarig jubileum bij Trudeau. Nu zijn we niet met een kleine delegatie gekomen, maar met een iets grotere delegatie vanuit het INK. Enkele van jullie hebben misschien in december al kennis gemaakt met Hans Killaars. Hij staat hier achter mij. De senior auditor van het auditteam dat namens het INK jullie in december heeft geaudit. En we hebben ook meegenomen onze programmamanager, mevrouw Wilma Haarhuis. En eigenlijk hebben we alle drie wel iets met Trudeau. Voor Wilma Haarhuis is het de woningbouwcoöperatie waarvan ze in haar woonplaats elke dag zoveel leest in de krant. Voor Hans is het intussen de organisatie waar hij destijds op bevraagd graag zou willen werken. Nou, als de senior auditor dat zegt, dat zegt wel wat. Ja, en voor mij, dames en heren, is Trudeau mijn allereerste kennismaking met het INK geweest. Want ik werkte bij Corus en mijn medewerkers kwamen met een heel mooi rapport aan van een woningbouwcoöperatie uit Eindhoven. En dat was een van jullie eerdere versies van het zelfevaluatierapport. En ik praat nu, begin jaren 90, halverwege jaren 90. Zoiets, hè? Ja. Nou, we hebben Tom net gefeliciteerd met zijn 15-jarig jubileum. Maar ja, als we dan toch met zo'n grote delegatie zijn uitgerukt, Dan past het misschien wel om jullie allemaal te feliciteren. Want het resultaat dat jullie hebben behaald in de INK-audit, dat mag er zijn. Jullie hebben heel erg lang aan je organisatieontwikkeling gewerkt met dat model en we kunnen vandaag echt een mijlpaal zetten. Audit heeft plaatsgevonden in december. In de tussentijd hebben wij niet stilgezeten. De resultaten van het auditteam zijn voorgelegd aan een onafhankelijke jury. En die jury die heeft een aantal punten uit de bevindingen van het auditteam gepakt. En koppelt ook naar jullie terug, heeft naar jullie teruggekoppeld met een uitgebreid rapport. Ik heb begrepen dat dat al helemaal in de verbetercyclus is opgepakt. Maar die jury die heeft met name gekeken of het succes van de organisatie, dat het auditteam heeft waargenomen, of dat ook een houdbaar succes is. En of de organisatie consequent stuurt op de samenhang van haar bedrijfsvoering. En of er misschien ook witte vlekken zijn te ontdekken in die bedrijfsvoering. Het is altijd leuk als het auditteam langskomt en die ziet dingen die jullie niet zien. Hè. Daarom stellen we zo'n team ook altijd samen uit hele diverse mensen. Hè. Er mag er eentje bij zitten die in de corporatiewereld wat weet, maar dat vinden we eigenlijk al genoeg. Hè? Dus de rest moet allemaal van buiten komen om de dingen te zien hè, die jullie misschien, omdat je er dagelijks in zit, niet onmiddellijk traceert. Zo'n mooie uitspraak, het laatste dat de vis ontdekt is dat hij in het water zwemt. En soms is dat als je in je bedrijf werkzaam bent ook zo. Hè? Nou, wat hebben we nou gezien? Nou, we hebben een organisatie gezien die op een zeer inspirerende manier wordt geleid. Die uit is op onderscheidende oplossingen. Die durft anders te zijn. En we hebben ook gezien dat daar vanaf de top van de organisatie keihard aan getrokken wordt. En dat daar door de rest van de organisatie ook heel hard aan gewerkt wordt. En dan krijg je dat beeld voor je van dat elastiekje. Hè? Dat op spanning mag staan. Hè? Maar dat ook niet mag knappen. Hè. Sommige directies en raad van bestuursleden denken dat de klus geklaard is als de planfase achter de rug is. Nou, dat is hier gelukkig niet het geval. Hè. Maar een zekere trekkracht gaat er wel vanuit en dat moet ook. Hè. Het tweede ding wat we hebben teruggevonden is dat de visie die jullie hebben ontwikkeld ook daadwerkelijk doorvertaald is naar richtinggevend is voor de dagdagelijkse praktijk.
Het is geen enkele kunst om met de nodige spierballentaal een missie en een visie te formuleren. Maar de echte kunst is om dat naar je hele organisatie toe en ook naar je partners toe waarmee je samenwerkt, om dat handen en voeten te geven. En om al die mensen die waarvoor jullie werken en waarmee jullie werken, om die ook echt te doordringen van wat jullie als Trudeau willen. En het onderteam heeft daar de nodige bewijzen van aangetroffen. Dus daar zijn we heel, heel gelukkig mee. Resultaatgerichtheid, een degelijke planning en controlcyclus onder de bedrijfsvoering. Ik hoef het allemaal niet te herhalen. Dat hebben we hier mogen zien. Het auditteam hanteerde nog een mooie beeldspraak. Voordat ze bij jullie langskwamen, hebben ze gezegd van hey, we hebben een huis voor ons met een paar stevige dragende constructies. Maar wat voor soort huis is het nou? We hebben alleen nog maar papier gezien. En toen ze bij jullie zijn geweest en terugkwamen bij ons, zeiden ze van nou, het is een sieraad in zijn omgeving. Het is een eigentijds huis en het ziet er fantastisch uit. Met andere woorden, all the team was enthousiast, de jury was enthousiast en we mogen jullie vandaag de INK onderscheiding uitreiken. Van harte gefeliciteerd allemaal. Hou vast, Tom. Ja, ik ben er niet bang. Goed. Ik heb toch nog een oorkonde bij, maar die kun jij vast niet meer dragen. Dankjewel. En daarop staan nog eventjes de belangrijkste punten opgesomd. Trudeau is zelfbewust en net even anders. Visie en kernwaarden leven en zijn richtinggevend in de dagelijkse praktijk. Trudeau verwerft commitment en vertrouwen bij haar bewoners, medewerkers en partners door deze actief te betrekken bij het bepalen van haar koers. De leiding van de Trudeau is ambitieus en inspireert voortdurend tot innovatie. En medewerkers zijn in staat professioneel samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Trudeau is resultaatgericht op alle niveaus van de organisatie. De sterke planning en controlcyclus vormt hiervoor een stevig fundament. En Trudeau oogst waardering voor de behaalde resultaten. Vandaag de proficiat. En begrijp ik nou goed dat jij deze gaat vasthouden? Ja, hier zit werk aan vast, hè? Let op. Wij wisten dit niet. Ja, dankjewel. Nogmaals van harte namens de INK. Blijft hij wel staan? Oh, ik kan erop. Ja. Oh. Dankjewel. Help je me even, jongen? Je moet hem met glas nemen van je bocht. Is dat zo? Je bent dus wel sterk. Ik kan het afdoen voor jou, Gerard. Hij staat, dat is een pak van mijn hart. Hartelijk bedankt. Gedaan. Okay. Ja, Hans, bedankt. En ook heel veel dank aan Henk. Waar is Henk? Oh, die staat daar. Daar staat hij. Henk heeft een hele belangrijke bijdrage gehad in het mee opstellen van de zelfevaluatie en allerlei acties daarna. Ja, wij waren toch, mag ik dat wel zeggen, denk ik, heel erg verrast dat we deze onderscheiding kregen. Want zo vaak wordt je ook weer niet uitgereikt. Hebben we gespiekt op de website? 2007 voor het laatst. Daar zijn we wel heel erg trots op dat we de eerste coöperatie zijn die dit gehaald hebben. Dus ja, mooi.